Als je een krachtmeter hebt, oftewel een veerunster, zoals hier afgebeeld, dan kun je de zwaartekracht in newton bepalen. Dan hang je bijvoorbeeld een reep chocolade eraan van 100 gram. En dan zou die 1 newton aangeven, en dat is hoe hard de aarde trekt aan die reep chocolade. En dat is een regel die zegt, 1 kilogram werkt op aarde een zwaartekracht van 10 newton. Dat is afgerond. Eigenlijk is het gemiddelde 9,81. Maar bij MAVO kun je rekenen met 10. Wil je de zwaartekracht uitrekenen? Dan kun je de massa in kilogrammen keer 10 doen. Nou, die FZ is M keer G, is de formule voor de zwaartekracht. FZ is een force, een kracht, die F. Engelse woord voor kracht, is de zwaartekracht in newton. De massa moet in kilogram. En die G, die is 10 newton per kilogram, die zegt iets over de grootte van de zwaartekracht. Een voorbeeld, bereken de zwaartekracht die op een man met een massa van 80 kilogram werkt. Nou, je schrijft de gegevens op. De massa is bekend, 80 kilogram. Gebruik de symbolen. En G is 10 newton per kilogram. Je vraagt de zwaartekracht. Kort je af met grote F en kleine z. Je schrijft de formule op. En je vult hem in. En dan krijg je 800 newton. Dat is hoe hard de aarde aan die man trekt. Nu hebben we hier een massa van 50 gram. Dat is een beetje lastiger om de zwaartekracht uit te rekenen. De massa deel je door 1000 om kilogram te krijgen. En dan mag je hetzelfde doen als net. FZ is M keer G. 0,050 keer 10 is een halve newton. Dus op die reep chocolade had je 100 gram, 1 newton. 50 gram is dus een halve newton. Nou, hier staat een man op de aarde. G is eigenlijk 9,8 newton per kilogram. Of meter per seconde in een kwadraat, dat mag ook. En dan zie je de zwaartekracht van de aarde. Als je nou naar de maan kijkt, dan is die G niet 10. Maar 1,67, je ziet van 6 keer minder. En dan zie je ook dat de zwaartekracht een stuk kleiner is. En dat komt omdat de maan ook kleiner en lichter is dan de aarde. Dus op de maan kun je niet normaal lopen, moet je meer een beetje gaan huppelen. Moet je een kracht tekenen, bijvoorbeeld de zwaartekracht, dan moet je die tekenen vanuit het massa-middelpunt, oftewel het zwaartepunt, dat zit gewoonlijk rond de navel bij de mens. Dan weet je ook de richting die is omlaag. Aangrijpingspunt is rond de navel en de lengte hangt af van je krachtenschaal. Dat leer je later. Moet je de kracht tekenen van de man op de piano bijvoorbeeld. Let je ook op het aangrijpingspunt, de richting en de grootte van de pijl zegt iets over de grootte van de kracht. Hier bijvoorbeeld zie je de kracht van die haak op de baby. En die is dan tegengesteld aan de zwaartekracht en omhoog gericht.